Albemarle, een bedrijf dat je misschien wel kent en ook een aandeel dat ik eerder zelf in bezit heb gehad van ongeveer september 2020 tot juli 2021 en in die periode heb ik mijn inleg in principe verdubbeld. Kijken we echter nu naar de koers de laatste maanden dan zien we een daling van 30% en vanaf de top in november vorig jaar zelfs een daling van inmiddels 40%. Dus laten we het aandeel van Albemarle gaan analyseren en waarderen naar deze daling en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video. In deze video gaan we dus het aandeel Albemarle analyseren en waarderen. En dat doen we wederom via de website beleggertools.com. De website die ik heb gemaakt om jou als particuliere belegger te helpen met het ontdekken, het onderzoeken en het waarderen van aandelen. Je kunt ook gratis een account aanmaken. Kun je één aandeel in de maand uh, analyseren en waarderen. Wil je echter onbeperkt analyseren of toegang tot alle tools, dan kun je een abonnement nemen op Belegger Tools. Als wij vervolgens rechtsboven naar het dashboard gaan, inloggen in principe en rechtsboven Albe Marle opzoeken, dan gaan we op zoek naar het aandeel wat bovenaan staat, tickersymbool ALB op de New York Stock Exchange. Kijken we ten eerste naar een overzicht van het aandeel, de koers nu zo'n 203 dollar op dit moment. En als je Albemarle nog niet kent, misschien heb je er wel ooit van gehoord, zeker tegenwoordig is het wel een naam die vaker valt, die vaker voorkomt. Um, het is een bedrijf dat vooral bezig is met grondstoffen en dan specifiek lithium, bromine en andere catalysts. En dan is het vooral dit gedeelte, lithium, wat natuurlijk nu heel erg populair is, waar zij heel groot in zijn. En um, dat zien we eigenlijk ook als we hier naar beneden gaan, naar beneden scrollen naar het laatste nieuws. Dan zeggen ze ook: Wil je lithium exposure, oftewel wil je een gedeelte van je portfolio in lithium hebben zitten? Kijk dan zeker bijvoorbeeld naar Albemarle. Volgens deze website, volgens dit nieuws, zelfs een aandeel dat kan verdubbelen. Nou, dat is nog maar de vraag, dat gaan we zo meteen dus al kijken. Als we het aandeel analyseren en vervolgens dus de waardering gaan maken. Maar dan heb je een beetje een idee bij wat voor soort bedrijf het is wat ze doen. Beurswaarde, net geen 24 miljard. Koersverloop de afgelopen 52 weken tussen de 185 en 335 dollar. Dus uh, zitten nu dus een beetje aan de onderkant. En ook hier gaan we eigenlijk zien dat de koers het afgelopen jaar bijna gehalveerd is. P.E. ratio van 11,5 um, lijkt me relatief laag. Zeker in combinatie met de bruto marge van 42% en de netto marge van 28%. Dus dat zijn ook zeker dingen die we zo meteen verder gaan bekijken. Onder andere in de checklist... De checklist kijkt op 12 punten naar een aandeel om snel een inzicht te krijgen en eventueel ook ja, punten aan te geven die we verder willen onderzoeken. We zien uh, vooral groene dingen, maar ook een paar rode dingen. PI, wat dus best wel laag is, wil niet per se zeggen dat dat goed is, dat dat een reden is om te kopen, dat het nu interessant is. We moeten ook vooral kijken hoe wordt het aandeel in het verleden gewaardeerd door aandeelhouders, door beleggers. Price to free cashflow dan wel juist wat hoger met 37. Ze keren een dividend uit en vanuit de free cashflow is dat nog geen 30%. Dus dat is prima. Dividend zien we hier ook onder staan. Uh, jaarlijkse dividendgroei zo'n 4,3% de laatste 5 jaar. Inmiddels komt dat neer op $1.60 per aandeel, of 0,8% aan dividend yield. Wijzigingen in aandelen de laatste 5 jaar zo'n 7% erbij. Um, een kleine toename is niet altijd heel erg, zeker als ze het investeren in bedrijf. Dit is wel weer iets hoger dan ik zou willen zien. En dus ook zeker iets om rekening mee te houden. Mocht je dit aandeel bezitten of willen gaan kopen, dat in principe een klein gedeelte van je positie verwaterd wordt door het bedrijf. Omdat er meer aandelen in omloop komen. Oftewel, eventuele winst wordt over meer aandelen verdeeld. Omzetgroei de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. De winstgroei bijna keer drie, bijna 200% in de plus. Free cashflow meer dan 100%, oftewel, we zijn vanuit de min naar de plus gegaan. En dan twee belangrijke. Ratio's of percentages die we altijd kijken. De netto winst boven de 10%. Dat is bijna drie keer zo hoog. 28%. De return on invested capital boven de 10%. Die is eigenlijk dubbel zo hoog met 20%. En de schuldpositie. Die is goed. Vanuit de free cash flow is die iets hoger dan we zouden willen zien. Kan ook aan het type bedrijf liggen. Altijd belangrijk om dat even uit te zoeken. En ze kunnen ook makkelijk de interest betalen. De rente betalen op leningen. Uiteindelijk. Altman Z van 3,8. Dus de kans dat het failliet gaat. Is niet heel groot. Piotrowski, hoe ze er financieel voor staat, die geeft een 6 aan. Het kan beter, kan ook stukken slechter. Dus dit ziet er op zich op het eerste ogenblik best wel redelijk goed uit. Kijken volgens naar de financiële gegevens en ten eerste dan de cijfers die we willen gaan bekijken. De resultatenrekening op jaarbasis, dan zien we hier de laatste 10 jaar. We zien hier de omzet vanuit 2,2 miljard lange tijd. Ooit hier wel weer een piekje maken, dan weer een daling. Uiteindelijk oplopen naar zo'n 7,3 miljard afgelopen jaar. Dus dat zien we ook. Dat is een flinke verbetering. En zelfs meer dan een verdubbeling vanuit de 3,3 miljard daarvoor. Kijken we echter naar die jaren, dan zien we hier ook de veranderingen. Meer dan een verdubbeling. Over het algemeen tussen de 5 en 10 of 15 procent in de plus. Maar we zien ook jaren zoals in 2020. Een daling, dat zou eventueel door corona kunnen kopen, komen. We zien in 2016 ook een daling van een kwart. Het jaar daarvoor zelfs een toename van 50% in de omzet. Dus het lijkt er in ieder geval op dat het bedrijf uh, best wel ja, volatiel is wat betreft omzet. En dat is misschien ook wel logisch als je gaat kijken wat voor bedrijf het is. Ze maken gebruik van grondstoffen. Um, en dan is het net zoals bij olie bijvoorbeeld of bij goud. Dat eigenlijk de prijs die op de markt betaald wordt voor die grondstof vooral heel erg veel impact heeft op de omzet van een bedrijf. Denk aan een bedrijf als Shell of Barrick Gold als olie 50 dollar per vat is of 150 dollar per vat is een heel grote factor in de omzet van een bedrijf. Kijken wij vervolgens naar beneden naar de operationele winst, dan zien we percentages. Soms is er geen operationeel resultaat omdat ze geen operationele winst hebben, maar over het algemeen zien we 10, 20 procent. En de laatste tijd vorig jaar was zelfs 30. Dus daar ging het juist een stuk beter. Sommige jaren wel minder rond de 15. Dus dat zijn zeker dingen waar we rekening mee moeten houden. Waarschijnlijk een bedrijf dat een bepaalde mate van vaste kosten heeft. En afhankelijk van of de lithiumprijs bijvoorbeeld hoog is of laag is, zal dat een behoorlijke impact hebben ook op deze marge. We zagen het al bij de omzet. We zien het zeker bij de nette winst. Dan zien we nog grotere fluctuaties. Hier zien we de uh, winst bijvoorbeeld. Uh, ja, bijna volledig afnemen om vervolgens met 4500% te stijgen in dat jaar en dat is 2018. En ook vorig jaar zien we de winst eigenlijk toenemen met 1500%. Dus wat we eerder al zagen, die omzetstijging, die zien we nog veel groter in principe in de winst. Winst per aandeel zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Voorheen lagen we op 5 dollar, 2 dollar, rond de 3. Toen in één keer naar 15 cent, toen weer terug naar 4, uh, 6 dollar 40. Daarna weer naar 1 dollar en vanuit 1 dollar vorig jaar naar bijna 18 dollar. Dus ook daar flink, flinke fluctuaties. En die marges zien we onderaan terugkomen. De bruto winstmarge ligt redelijk constant: 32%, 36%. Uiteindelijk loopt die vorig jaar wel wat op naar zelfs 42%. Maar de fluctuaties zitten dus vooral in de operationele marge en in de netto winstmarge. Kijken wij vervolgens naar de grafieken. Ten eerste de aandelenkoers. Dan zien we dat het bedrijf al lang beursgenoteerd is langzaamaan omhoog gaat. Hier ook duidelijk last heeft van de financiële crisis dat de koers omlaag gaat van zeg maar 40 dollar terug naar 20 dollar. Uiteindelijk zien we hier in 2017-2018 een heel erg een flinke stijging in de koers, gevolgd door weer een daling richting het begin van corona. En vanuit corona 60 dollar naar uiteindelijk een top van 320 dollar. En eigenlijk sinds november dus die 320 nu weer terug naar 203 die we op dit moment hebben. Pakken we dan tegelijkertijd, en laten we eerst even deze inzoomen, laten we zeggen vanuit 2016 naar het einde. Pakken we vervolgens de lithiumprijs erbij. Dan zien we hier de lithiumprijs via Trading Economics. Scrollen we naar beneden en pakken we de laatste 5 jaar of all. Misschien kunnen we dat zien. Volgens mij pakt hij nog steeds de laatste 5 jaar of maakt niet uit. Maar wat we in ieder geval zien is dat we een stijging hebben in 2017. En vanaf 2018 een daling hebben tot begin 2020. Gaan we weer terug, dan zien we eigenlijk een stijging in 2017, een daling in 2018 tot en met 2020. En vanaf 2021 een sterke stijging in de koers. En dat zien we hier ook vanaf 2021: een sterke stijging in de prijs van lithium sinds november. Afgelopen jaar zien we juist weer een flinke daling in de koers van lithium en dat zien we dus nu ook terugkomen in de koers van het aandeel. Dus wat we eigenlijk al zagen bij de omzet, bij de winst, zien we ook duidelijk terugkomen in de koers. Dat eigenlijk al deze dingen vooral gedreven worden door de prijs van lithium. Kijken we volgens verder, PE-ratio komt op de lange termijn uit op 19, maar dat is wel inclusief uitschieters die hier en hier negatieve uitschieters. We zien hier de omzet juist de laatste tijd flink hard toenemen. En ook eigenlijk de winst, juist vanwege die hele hoge lithiumprijs. Hetzelfde zien we dus terugkomen in de netto-winst per kwartaal, die in één keer flink toeneemt. Naar bijna 900 miljoen, 840 miljoen um, afgelopen jaar, laatste kwartaal. Marges liggen dan wat constanter, zoals we al zagen. Maar wat we vooral even willen kijken nog is de cashflow. En dan zien we eigenlijk vooral de operationele cashflow. Redelijk stand, ja, stabiel, wou ik bijna zeggen, op het laatste paar kwartalen na. Capital expenditures zie je eigenlijk in de laatste vijf jaar dat ze flink meer geld investeren. om het bedrijf draaiende te houden, om het misschien wel te vergroten. En uiteindelijk de free cash flow heel erg afhankelijk van sommige periodes dat het goed gaat, zeker de laatste paar kwartalen. En andere periodes dat het juist wat minder is, die free cash flow. Kijken we volgens naar analisten. Laagste koersdoel: 155 dollar, oftewel bijna een kwart minder. Hoogste koers of gemiddelde koersdoel, zo'n kwart meer dan de huidige koers. Ik wil echter vooral gaan kijken naar de historie en hoe zij het inschatten. En dan zien we ten eerste hoe hoog de winst per aandeel juist de laatste paar kwartalen eigenlijk is. In zekere vergelijking met de jaren daarvoor, vanaf 2008. Dus we hebben echt te maken met een enorme piek. Maar dat weten analisten over het algemeen wel best goed in te schatten. Dus dat zijn ook zeker dingen. Uh, verwachtingen van omzet waarschijnlijk dus van analisten die we ook zeker kunnen gebruiken in de waardering voor het aandeel. Over waardering gesproken, laten we dus uiteindelijk de video afsluiten met een waardering te maken. Niet elk onderdeel is altijd van toepassing en ik wil er een paar uitkiezen voor deze video. Ten eerste uh, laten we beginnen met prijs, oftewel die gaat binnenkort koers heten, waarbij we eigenlijk kijken naar de koers, hoe die zich verhoudt tot een bepaald ratio, bijvoorbeeld de PE-ratio, de koers-winstverhouding. Kijken we hier naar de laatste 10 jaar, dan zien we dat het gemiddelde rond de 11 ligt. Doen we de laatste 15 jaar, gaat het naar de 12. Dus vooral over de langere termijn zien we dat die 11 of 12, die het nu ook is, eigenlijk een beetje het gemiddelde is met soms best wel uitschieters. Dus dat is iets waar we bij rekening mee kunnen houden in de waardering zometeen. Kijken we naar de Graham-formula, de waardering van Graham, Benjamin Graham. Dan hebben we verschillende waarderingstools, maar deze gaan vooral uit van de groei van de afgelopen tijd. Gaan we kijken naar de toekomst, dan is dat een beetje afhankelijk van hoeveel de winst per aandeel gaat toenemen. We hebben inmiddels een enorme stijging gezien de afgelopen tijd, afgelopen jaar in principe. En dus is maar de vraag of ze dat vast weten te houden of zelfs door willen laten groeien. Nou, stel ze houden dit vast, geen groei, dan komt een koers van 160 dollar eruit. Kijken we een beetje naar wat analisten misschien voor de komende paar jaar verwachten: een klein beetje nog een stijging in die winst, dan komen we uit op 203 en dat is ongeveer ook de koers die we op dit moment hebben. Maar laten we daarom ook uh, afsluiten met de scenario-analyse, waarin we drie scenario's maken voor de toekomst, om te kijken in welk scenario of eventueel dan de koers op dit moment wel interessant is om te kopen. Dus laat ik even. Naar beneden scrollen en even mijn verwachtingen invullen. En als ik het dan heb ingevuld, ziet het er als volgt uit. Te beginnen met de omzetgroei. analisten gaan uit van 8%. En dat heeft vooral te maken dat we nu een enorme stijging hebben gezien vanwege die lithiumprijs die enorm gestegen is. Die zakt weer wat terug. Zal misschien de productie wel toenemen. Zij gaan uiteindelijk uit van 8%. Maar ik wil dat eigenlijk als het meest positieve nemen. Zelf ga ik uit van 5% of als het tegen zit, 2% omzetstijging. Per jaar voor de komende vijf jaar is dit trouwens. Vervolgens de netto winstmarge die lag afgelopen jaar op 28%. Kijken Kijk echter naar het lange termijn gemiddelde, 12 of 15% voor de laatste vijf jaar en misschien gaat het wel wat beter, kunnen ze efficiëntie doorvoeren, maar ik wil uitgaan van 12 tot 18% om die redenen. Um, kijken naar de free cashflow marge, hetzelfde eigenlijk, 3, 5 en 7, dat is om 7 een beetje lager dan de laatste jaar. Geplaatste aandelen, we zien wel dat ze dat deden, dat het iets afneemt. Uh, daarom zeg ik in het slechtste geval 2% per jaar daarbij. In de base case 1%, in de bull case blijft het gelijk. Dividendgroei, we zien wel wat dividendgroei, maar vooral ook als de koers of de prijs van lithium daalt, uh, zal dat ja, niet per se een reden zijn om een dividend vooral veel te verhogen. Dus daarom op de lange termijn denk ik 1, 2 en 3% stijging. En dan gaan we naar die PE multiple. We zagen dus 11 op dit moment. We vroegen ons in het begin van de video af: van, is dat laag of hoort dat bij je bedrijf? We hebben gezien dat ook op de lange termijn 11 of 12 ongeveer het gemiddelde is. Dus daarom ook om die reden: 10, 11 en 12. En dus niet hoger dan dat we eerder zagen. Gewenst rendement van 10%. En de groei na deze 5 jaar 2, 3 en 4%. Omdat eigenlijk de groei van tevoren ook niet per se heel erg hoog is. Als we dan gaan analyseren en naar beneden gaan scrollen, dan zien we eigenlijk dat op basis van mijn verwachtingen, in ieder geval, dit de koersen zijn die ik zou, wil be zou willen betalen um, in elk van deze scenario's op basis van de multiple of de discounted cashflow methode. En aangezien ze rood zijn, wil dat zeggen dat al deze koersen lager zijn dan de huidige koers, oftewel. Op basis van mijn verwachtingen, in combinatie met het gewenste rendement dat ik heb van 10% per jaar, is de huidige koers in ieder geval niet interessant om het aandeel te kopen. En dat is dan ook de samenvatting of de conclusie van deze video. We hebben gezien dat de koers van het aandeel inmiddels 30 of 40% is gedaald in de laatste maanden, sinds eind vorig jaar. Um, is dat interessant, die koers? Nou, het is in ieder geval een stuk lager, maar op basis van mijn verwachtingen nog steeds niet interessant. Om het te kopen. En dat heeft er denk ik voornamelijk mee te maken met die lithiumprijs. We hebben gezien hoe de winst, de omzet, de koers ook zelf heel erg in lijn loopt met de prijs van lithium. We hebben een enorme piek gezien in lithiumprijzen de afgelopen tijd. Dat verklaarde die enorme stijging. We zien daar nu ook weer een enorme daling. Dus ook mijn verwachting is dat we dat terug gaan zien in de cijfers. En de koers van Albemale, Dat zien we vaker gebeuren. Denk bij olie, denk bij goud, bij andere dingen. Naarmate de prijs stijgt, en, uh, wordt het interessanter om productie op te schalen ergens te investeren misschien. Uiteindelijk neemt dan ook het aanbod toe. Aanbod toename zorgt vaak ook voor een daling van die prijs. Dus vervolgens neemt het juist die prijs af. Wordt het juist wel minder interessant. En dit soort fluctuaties, deze bewegingen zien we bij heel veel grondstoffen. Hier ook duidelijk bij lithium. En voor mij dus een reden om op dit moment niet naar het aandeel aluminium ver, verder te kijken. Ook trouwens niet om toe te voegen aan mijn watchlist, omdat er nog best wel een behoorlijk deel moest gaan dalen. Of bijna halveren wil ik het weer interessant gaan vinden. Maar laat ook vooral weten wat jouw verwachtingen zijn van het aandeel op dit moment of op de korte termijn. En doe dat via de reacties onder deze video. Wil je zelf nou nog aandelen analyseren of een waardering maken? Kijk dan ook zeker naar Belegger Tools. Zoals gezegd, je kunt een gratis account aanmaken om één aandeel per maand te analyseren en te waarderen. Wil je onbeperkt toegang tot alle tools? Kijk dan voor een abonnement dat bij je past. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je de leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.